letter voor letter. Want jij en ik is voor de meesten geen optie. Kan ik dit verbergen? Letter voor letter. Alsof de tijd geen tijd had. En als ik je dan zie, wauw. Is mijn afkomst belangrijker dan mijn gevoel? Eindelijk. Koffie. Hoogtepuntje van de week. Zoals elke maandag trouwens. Ik had liever een pilletje genomen. Kwam ik de dag tenminste fatsoenlijk door. Hier op school hebben ze alleen maar koffie. Ook niet verkeerd, maar ja. Maar wat een weekend. Zo'n typisch mannenweekend. Seks, drugs en rock'n'roll. Trouwens, ik ben Daan. 28 jaar, docent geschiedenis op het Datacare College. En je mag het best weten. Ik neem mijn job niet al te serieus. Ik doe het puur voor het geld. En ik geloof dat de meeste leerlingen mij best een toffe docent vinden. Ach ja, er loopt hier ook genoeg moois rond. Hier man, dat was een goed day. Ja man. Ja man, die ken ik wel. Ja, die is wel goed, zeker. Zeker man. Bij station. Hé Diamant, weet je, Sander en ik, we waren samen naar het ding geweest. We zagen jou man. Waar? We zagen jou. Waar? Hij was daar met die chickie. Zoiets. Zij tegen jou. Nee. Volgens mij heb ik lang genoeg gewacht. Dunja, wil je even je tas van tafel doen? Diamant, wil je even je boeken erbij pakken? Dirk, zijn we er klaar voor? Ja meneer. Top. We gaan het vandaag hebben over de Tweede Wereldoorlog. Waar denk je aan bij de Tweede Wereldoorlog? Sarah? Hitler meneer. Vind ik een hele goeie. Volgens mij hoeven we daar niet om te lachen. Jawohl. Sander, volgens mij hoeven we daar absoluut geen grapjes over te maken. Sorry meneer. Dat lijkt me heel erg op zijn plaats. Sarah, dankjewel voor je antwoord. Hasja. Mag ik nog binnenkomen, meneer? Haal toch nog maar even een briefje als je wil. Ga allemaal even naar bladzijde 266 en lees even mee alsjeblieft. Mijn naam is Hasja. 18 jaar. Ik zit op de HAVO. Ik ben Marokkaanse Nederlander. Weet je, ik ben verliefd. Echt verliefd. Heel erg verliefd. En niemand weet het. Ik mag het niet. Ik kan het niet. En ik wil het niet. Maar ja, doe het toch. Mijn vader zou boos op me zijn. En ik snap hem. Echt, ik snap hem. Het mag niet. Het kan niet. Maar ik doe het toch. Soms wou ik dat het allemaal anders was. Anders kon. Maar dat kan niet. Het is lastig. Zo lastig. In de tweede helft van de jaren 30 zet Hitler vaart achter zijn plannen om het Duitse volk. Hij was helemaal dronken. Hij is echt een toffe jongen, man. Ik wil allemaal van die verhalen van jou. Wat dan? Nou. Dames, is het tekenhandje nu afgelopen? Ja, meneer. Dirk, zou jij dan even verder willen lezen vanaf alinea 3? Waar? Alinea 3. Bladzijde 266. Oké. Ja. Bij zijn terugkeer in Londen meldde Chamberlain vol trots. Zo anders. Zo anders dan de rest. Waren er echt van overtuigd hoe jij dit doet. Van Hitler nog niet gesteld was. Of hoe ik dit doe. Ook dat Hitler van plan was om een Poolse of doen we dit beide. Thuis gezag te brengen. Bron 19. Wie is wie? De Britten verklaren dat zij een Duitse inval in wie is wij? Accepteren. Hasja, zou jij na de les even willen blijven zitten alsjeblieft? Is goed.
Dirk, zou jij ook de volgende alinea kunnen meepakken? Ja hoor, meneer. Ja. De Britten verklaarden dat zij een Duitse inval in Polen niet zouden accepteren. Hierdoor werd het voor Hitler noodzakelijk om zekerheden in te bouwen voor zijn plannen. Dank jullie wel voor vandaag, voor jullie aandacht. Zorg dat jullie paragraaf 2.1 goed doornemen. Vergeet niet thuis je opdrachten te maken. Tot volgende week. Je was vanmorgen te laat. Gaat het wel goed met je? Ja. Ja? Want ik merk in de les, of ik heb het gevoel dat je niet helemaal kunt meekomen. Ik weet niet. Nee. Nee. Weet je wat? Dit is mijn adres. Kom vanmiddag even bij me. Geef ik je bijles. Komt het helemaal goed. Oké, meneer Holmer. Zeg maar Daan. Ga lekker zitten. Wil je wat drinken? Mm-hmm. Koffie, thee? Thee alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank je. Met welke bladzijde wil je eigenlijk beginnen? Zullen we daar nog heel even mee wachten? Ja, oké. Waarom? Nou. Waarom wou je dit eigenlijk bij jou thuis doen? Nou, volgens mij vind je het wel leuk om hier te zijn, toch? Jawel, maar dit had ook gewoon op school gekund. Veel leuker als je hier bent. Mag je hoofddoek af? Ja, eigenlijk niet van mijn geloof. Nee. Waarom wil je dat? Gewoon. Ik wil wel eens zien hoe mooi je eruit ziet zonder hoofddoek.
Goedemiddag, klas. Goed om jullie allemaal vandaag te zien. Heeft iemand enig idee waar Hajar is? Die is er de hele dag al niet. Oh. Die zal dan wel ziek zijn. Thomas, zou jij willen lezen vanaf hoofdstuk 3? Ja, tuurlijk, meneer. Welke bladzijde? Meneer? Sorry, Thomas, wat zei je? Welke bladzijde moet ik voorlezen? Vanaf bladzijde... Weet je wat? Ga allemaal naar huis toe. Dit was het voor vandaag. Volgende week gaan we verder met het hoofdstuk. Oh. En dan zien we het wel verder. Lieve Daan, dat was het dan. Je zult me wel gemist hebben vanmorgen in de les. Ik ben uitgehuwelijkd door mijn vader. Op het moment dat je dit leest, ben ik al weg. Ik vond het fijn met jou. Alles wat we hebben gedaan. Ik wil dat je weet dat het de leukste tijd van mijn leven met jou was. Ik vraag je om mij te vergeten en verder te gaan met je leven. Misschien zien we elkaar ooit nog eens. Hasha. And I know you feel, and I know our love is real. So let me know that you wanna be with me. Love is real, so let me feel our love is real. I've been driving around your city, it's no home. I've been driving around your city with no place to go, and there is no place for me. I've been driving around your city with no home. I've been driving around your city.